heren! Tim Coronel! Met de Dakar Buggy! Geschreven waar hier niemand op het Rijn aanwezig is die maar in de buurt komt van de kwaliteit en de capaciteiten die jij hebt met dit soort dingen. He? Alsjeblieft. En jouw uitdaging ligt natuurlijk zometeen bij die trekker, of niet? Ja, ik moest nu even de klei testen. Nee hoor. Nee, vorig jaar was ik een beetje een mietje, leek niet vol gas, dus ja, nu moet het maar wel gebeuren dan. Hè? En ik moet natuurlijk opnemen tegen Esther. En ja, die is 5 keer wereldkampioen. En, ja, die, dus die doet gewoon zo. Dus ja, we moeten maar even kijken. Maar had ik Dave nu wel een beetje onder de modder? Dat vind ik namelijk heel belangrijk. Hij vindt zelf van wel. Wij hebben daar een andere mening over. Maar ik denk dat als hij zijn shirtje uittrekt, dat hij nog een keer aan jou terugdenkt. Oké, dan. Te lachen zoals een boer kies bij. Oi. We gaan er zeker mee. Hier van het publiek, jongens, ik wil even een stand-up ovatie voor Esther. Hibbidi-bibbidi-bib. Wauw.
Ik denk dat ze meteen een contract gaan aanbieden. We hebben nog nooit een machine gezien die met zijn achterwielen hoger kwam als een dakzanger, zeg. Ik heb helemaal niet het doel gehad. Alleen in het begin, ik was vast en hij ging niet weg. Ik dacht, ik moet wachten tot hij een beetje gaat rijden en dan druk ik hem door. Ja, ik bleef maar met stuit. Ik denk, nou, dat is vast een show, maar ik moet door. Dus toen drukte ik hem helemaal door. Toen zag ik Tim ook aan de rechterkant voorbij gaan. Ik denk, daar moet ik voorbij. Gelukt! Ja. Applaus eventjes nogmaals, dames en heren. Ongelooflijk.